Beste Maarten, mijn naam is Hidde en ik ben een 19-jarige student AV-specialist. Ik ben erg fan van uw werk en ben een trouw volger van het subreddit. Onlangs ben ik begonnen met het lezen van uw boeken en in uw boek Het Beste van Maarten van Rossum raadt u het boek Alle Dagen Sportgeleuter aan. Echter kan ik dit boek nergens terugvinden. Dus mijn vraag nu is, waar heeft u dit vandaan? Nou, dat is geen boek. Ik heb het helemaal niet over een boek Alle Dagen Sportgeleuter. Ik heb ooit een artikel geschreven onder de titel Alle Dagen Sportgeleuter. En dat was in de tijd dat wij frequent deelnamen aan wereld- en Europese kampioenschappen voetballen. En omdat ik mij zo immens geërgerd had aan die voetbaljournalistiek, die er grotendeels uit bestond dat je de spelers het hotel Huisterduin binnen zag gaan. En dan zag je ze er weer uitkomen of ze stapten in de bus of ze stapten weer uit de bus. Daar gaat dat artikel over. Ik probeer dat zo belachelijk mogelijk te maken. Maar een boek van die titel bestaat niet. Het enige wat bestaat is een artikel van mijn hand, Alle Dagen Sportgeleuter, wat ik helemaal zelf, nou ja, ik wou gaan zeggen verzonnen heb, maar het is simpelweg een verslag van hoe gek in feite veel sportjournalistiek is en hoe onnozel. Hè? Ja, dan zie je Tom Egberts, toen wij dan van die Europa Cup wedstrijden, dan stond hij in het San Siro stadion en zeiden, ja, hier wordt vanavond de wedstrijd gespeeld. Ja, dat weten wij ook wel. En dan zei hij nog van, nou, het gras staat er goed bij, het is helemaal groen en zo, en hele fijne sfeer. Dan denk je, waarom moet hij dat in het San Siro stadion in godsnaam gaan zeggen? Wacht tot de wedstrijd begint. Of al die klunzige nabeschouwingen. Hè? Ook de hoeveelheid tijd die daarvoor ter beschikking wordt gesteld. Er zijn toch periodes van in het jaar dat je 3 complete voetbalwedstrijden in een week kunt zien. Nou goed, ik zou zeggen allemaal naar de sportzender en dan zijn wij ervan verlost. Ah, die arme Hidde die heeft maar lopen zoeken naar dat boek. Maar dit is dus helemaal geen boek. Het boek bestaat niet, het is een artikel. Nee. Maar er is overigens wel nog een verzoek binnengekomen omdat je natuurlijk ook autoliefhebber bent. Of jij een keer de Max Verstappen Formule 1 wedstrijd wil voorzien van commentaar. Dus wat Olaf Mol bijvoorbeeld nu doet. Nou ja, ik weet niet of ik dat zo interessant vind. En dat komt eigenlijk, laat ik beginnen met te zeggen dat ik gedurende enige jaren een actieve volger van de Formule 1 sport ben geweest. Ik had ook een held in de Formule 1 sport. Dat was de Engelse, Schotse coureur Jim Clark. Volgens mij een geniale. Waarom was hij zo goed? Ja, hij was overal even goed. Er is een jaar geweest dat hij, geloof ik, 6 van de 7 Formule 1 wedstrijden heeft gewonnen. Dat hing ook samen met het feit dat hij in een superieur product reed, namelijk de Lotus 25. Maar voordat ik nu hopeloos afdwaal, Jim Clark is tenslotte verongelukt op Hockenheim in een Formule 2 raceauto. En toen had ik het eigenlijk wel gezien. Ik heb het in al die jaren sinds die tijd wel een beetje uit de verte gevolgd. En ik moet zeggen, er zijn weinig dingen die zo ongelooflijk strontvervelend zijn als de huidige Formule 1 sport. Hoezo? Nou, omdat als er niks misgaat, ze krijgen geen lekke banden, ze krijgen geen duif in de koelopening, bij wijze van spreken, dan komen ze in dezelfde volgorde aan als ze gestart zijn. Maar laatst hadden ze nog die crash, met die enorme crash. Ja, dat is van, nou, als de sport het daarvan moet hebben. Jongens, een crash, een lekkere crash. Een heleboel in de fikje die jongen moesten maken dat hij eruit kwam. Ja, precies, ja. Maar nee, goed, dat er gebeurt wel eens een ongeluk, maar die races worden toch niet gehouden om een lekker ongeluk te organiseren. Nee, okay. Dat kan op een andere manier, dan moet ik er beter met die DAFs achteruit gaan rijden. Dat is ook een hele leuke sport. Waar André van Duin nog commentaar. Er is niet veel meer aan. Ik moet zeggen, ja, tot mijn spijt, ik heb verder niks met motorrijden, maar motorracen is een stuk spannender. Hoe komt dat dan? Nou, omdat ze elkaar voortdurend, dat er serieus strijd is om de topposities. En dat je heel goed kunt zien wie bijvoorbeeld goed remt en daardoor goed uitkomt bij de bocht. En dan weer, nou ja. Okay, je moet er maar eens kijken naar zo'n wedstrijd. Dus het kan verrekt spannend zijn. Oké, maar iedereen die op zondagmiddag voor Verstappen klaar zit, daar zit jij niet bij? Daar zit ik niet bij. Nee. Okay. Ik ben ervan overtuigd dat Verstappen een groot talent is. Ja. Maar zolang die bij Red Bull rijdt en niet bij Mercedes, gaat dat dan maar niks worden. Dan geloof ik dat de formule volgend jaar veranderd wordt of dit jaar, dat weet ik niet precies. Okay. Maar hoef je niet te bellen voor commentaar te doen? Nee, want ik ben daar niet geschikt voor. Dan zou ik gaan uitleggen dat ik er niks aan vind en dat is niet zo leuk natuurlijk.